Er waren een aantal anti-kraakpanden die al 10 jaar onderhouden werden door de bewoners die er zelf in woonden. En het worden gewoon eigenlijk nieuwe woningen met nieuwe ontsluitingen en nieuwe entrees. Het bijzondere aan dit project is dat de wooncorporatie Wolfhaard zometeen zelf de exploitatietermijn doet. En dat er circulaire ambities zijn afgegeven vanuit de opdrachtgever. En daar proberen wij eigenlijk producten en materialen die een andere herkomst hebben opnieuw toe te passen binnen dit project. Een deel van het blok was dusdanig slecht dat niet alleen het dak, maar ook de achtergevel er in zijn geheel uit moest. En het afwerkingsmateriaal van die nieuwe achtergevel bestaat uit etaniet en uit platohout. En ook van deze geldt dat dat een materiaal is wat eigenlijk weggegooid of vernietigd zou worden, maar wat nog goed genoeg was om toe te passen op de nieuwe achtergevels. De etenietplaat had spikkeltjes in de buitenbeplating zitten, waardoor het esthetische af en toe een vlekje op zit. En de vorige afnemer wilde dat eigenlijk niet. En wij hebben gezegd, ja, wij willen dat product wel, want het voldoet aan alle eisen die er zijn. En we willen graag onze ecologische afdruk verminderen. En door die toe te passen, ja, kunnen we dat gewoon doen. In de praktijk betekent het toepassen van circulaire materialen dat je nog best vaak terug moet naar de tekentafel, waarbij de constructeur of de aannemer moet kijken van, joh, voldoet dit materiaal ook daadwerkelijk aan de eisen die zijn gesteld vanuit de opdrachtgever? Ja, je moet veel eerder in je proces materialen gaan bepalen en beschikbaar hebben om het juiste moment die materialen ook toe te kunnen passen. En dat maakt het veel uitdagender dan een regulier project.